de Onlanden bij Peize. Een moerasgebied van duizenden hectares. Een paradijs voor watervogels en, als je hoog genoeg zit, biedt het een prachtig uitzicht. Die Onlanden is zo groot, de grootste waterberging van Nederland. Hè? Dat is bij de 3000 hectare groot, 6000 voetbalvelden, gigantisch. En alleen al die schaal, als je die ziet, dan denk je van fantastisch. En om die schaal te zien is deze toren neergezet. Maar als je in een rolstoel of scootmobiel zit, heb je daar niks aan. En kun je alleen vanaf de grond naar de toren kijken. We gaan vaak gezien staan, ja, maar die kwam hier dus uit Peize. En die kwam hier vaak langer op met scootmobiel. Toen ik scootmobiel had, zeg maar. Denkt u dan ook als je die toren ziet staan van god, die zou ik best wel eens op willen? Ja, daarvoor zijn we hier ook, hè. De uitkijktoren is 2 jaar geleden opgeleverd. Na 127 treden kom je op 26 meter hoogte. Maar toegankelijkheid voor gehandicapten stond niet bovenaan het lijstje. Een lift was ongelooflijk duur, was €185.000. Nou, en daarom hebben we gezegd, we gaan 1 keer per jaar met een hoogwerker omhoog. Nou, dat is een jaarlijks terugkerend ding gaat dit worden. Dat is wel de bedoeling, ja. De animo voor het uitkijkpunt was groot. De 40 plekken van dit jaar waren volledig volgeboekt. Ja, indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, een hele belevenis. Je kunt mooi ver kijken, ook naar Groningen die kant op. En naar Paterswolde en Eelde. Was het alles wat u er van tevoren van verwacht had? Ja, wel zo'n beetje, ja. Ja,